Welkom bij de Zeeuwse Top 40. Op Hemelvaartsdag is het weer zover. Dan wordt bekend wie er nummer 1 staat in de Zeeuwse Top 40 van 2012. Vanaf 7 mei kun je stemmen op je favoriete artiesten. En als je nou nog niet precies weet op wie, kun je hier inspiratie op doen. In de Zeeuwse Top 40 staan nummers in het Engels, in het Nederlands en in het Zeeuws. En dat het dialect springlevend is in de muziek, dat blijkt wel uit 20 noteringen vorig jaar in de top 40, dus die van 2011. Surrender is een van de bekendste dialectrockbands. En voor de fans is Surrender Grieps het hoogtepunt van het jaar. Wij mochten de heren dit jaar volgen bij de voorbereidingen van het festival. Een kijkje achter de schermen van de hardwerkende Surrendermannen. Je moet even met elkaar komen, ook al kun je goed spelen, maar het is even lekker als je even met elkaar speelt. Altijd belangrijk. Te laat. Je moet strak houden, denk ik. Zo bedoel je. Kun je even twee rondjes refrein spelen, want dan hier twee rondjes refrein. Grieps is natuurlijk heel groot, maar eigenlijk ben ik nog ontzettend belangrijk. Belang Riek, klaar. En die afslag die komt natuurlijk wel voor dat Johan klaar is. 3, 4, 1, 2. Twee keer. Nog even terug naar Grieps. Kan je de sfeer beschrijven die daar is? Beschrijven. Dat is gewoon heel veel bier. Heel veel mensen die echt zin in een feestje. Heel veel mensen die gewoon echt uit het dak willen heen en die echt van rock'n'roll houden. En het programma dit jaar is gewoon geweldig. Hoe belangrijk is dialect? Heel belangrijk. In de zin van, ik kan niet anders praten wat dat betreft. Want als ik Nederlands gezien, dan wordt helemaal niks. Dus. Hoe is de sfeer onderling? Goed, begin even voor een intro. Ik heb daar zo onongelooflijk. Daar heb je het niet over. Dus. De sfeer onderling. Ja, het legt eraan van even, het was goed. Het is juist minder. Het is juist minder. Ja, ik ben democratisch, maar ik bepaal. Dus. Nee, kijk, we kunnen er wel uren over zeker wat aan het spelen. Maar dat gaat niet worden. Ik moet ook zelf zingen, dus de zanger bepaalt een klein beetje. Klaar. Maar iedereen natuurlijk toch zijn favorieten. Nou, die mag eens inbrengen. En daar ben ik gevoelig voor. Maar niet zo. Ja, nee, je hoort dat. Hier spreekt de dictator. Nee, ook. En hoe hou je je stem een beetje op orde? Ja, dat Kees alleen dat dingetje doet. En dan met z'n allen ten en ten. Nee, en wij de laatste klap geven of zo. Of is het niks? Dat kan ook. Dat kan ook. Bam! Ja? De laatste klap, die heeft ze zelf. Ja, ik laat geen kleed over de deken. Ja. Ja. Maar volgende keer je tekst. Nee, ik kwam een bril die op besloten was, dus dat ging ook fout. De La Maquettas veroverden niet alleen Zeeuws-Vlaanderen, maar ze kregen zelfs landelijke bekendheid.
Michael Harten, de zanger, besloot in 2006 alleen verder te gaan. Yo! Hey man, Michael's in the huis, luister. 7 uur 's morgens, wel me wakker uit mijn nest. 20 minuten later kennen is de sms. Ik heb 10 nieuwe berichten in mijn e-mailbox. Klank drun naar de tijd van een briefje bij de post. Moet mijn maten nog checken op mijn huis. Ik heb nog boodschappen te doen in mijn second life. Ik heb dat probleem met mijn hart geschaard. Sinds poppen van looking voor een honey wife. Zeg gaan ja. Zeg gaan ja. Come on. Zeg gaan ja. Zat van ja. Ah ja, je weet toch. Yo, op Twitter is mijn laatste tweet. We van een uur geleden, dus het wordt weer ziek. Pak een solo en afspraak via Skype. Voor een potje blackjack, yo, dat is de hype. Al meer uur vannacht meteen 2 Amerikaan. Hopelijk kan mijn plaat ons netwerken aan. Ik vind sinds die pop op dat die langzaam haalt. Straks ik hier een Royal Flush, maar mijn klaar te laat. Zet gaan ja, yeah, zet gaan ja, come on. Zet gaan ja, zet gaan ja. Ah, come on. Ik weet alleen op de buitenrader wat voor weer het is. Dan moet ik googlen om te weten wie mijn buurman is. Zit hele dagen maar achter dat ding. Ik zou beter eens iemand zien. Doe wij contacten via LinkedIn, een profiel op Facebook. Nooit eens een vriendin die me zo zoekt. Hoek niet via Pars in de chat of bij mezelf. Het onderzien zou ze moeten weten dat ik er ben. Misschien moet ik inderdaad maar eens naar Putten gaan. Misschien loop ik daar eens tegen niemand aan. Want van dat download net iedere keer maar weer een virus. Trek van de andere voelen wil ik voelen hoe het is. Zet gaan ja, yeah, zet gaan ja. Come on, zet gaan ja, zet gaan ja. Come on, come on, zet gaan ja, zet gaan ja. Come on, come on, zet gaan ja. Twee opvallende stijgers uit de lijst van vorig jaar waren Peter Wessel en Toon Moerland. En allebei de mannen toerden als gitarist met verschillende bands door het hele land en kwamen er op een gegeven moment achter dat zingen ook leuk is. En dan nog wel in het dialect. Ik ben Peter Wessel, ik woon in Goes. Ik ben Toon Moerland, woon in Zeerijnerskinderen. In het dagelijks leven werk ik bij Kennisnet, dat is een ICT-organisatie. En ik werk als muziekleraar. In al mijn vrije tijd speel ik gitaar, zing ik in bandjes en de laatste jaren doe ik dat in het Zeeuws. Ik op mijn fiets, door mijn stadje rieën. En ik zie de zonne op alle dijken schienen. Dan denk ik bij mijn eigen, ik wil hier altijd blijven. Ik zit al heel lang in de muziek, vanaf 1980 ongeveer. Het was een keer in een gesprek met vrienden. Ik zei, ik zou wel eens iets in het eerst willen zingen. En dus ging ik dat doen. En pas later realiseerde ik me dat dat eigenlijk ontzettend leuk was. In eerste instantie was ik gitarist, maar ik wilde altijd zelf mijn liedjes maken. Nederlands, dat klonk mij niet lekker genoeg als ik dat zong. En Engels moest ik te veel over nadenken. En dat klonk dus helemaal niet. En toen had ik ooit een Zeeuws liedje gemaakt. En vond ik, nou, klonk wel lekker. Je denkt het niet, ik denk het waar. Ik denk dat gelijk aan. Je denkt het niet, ik denk het waar. Maar de keer ik gelijk. Je denkt het niet, ik denk het waar. Ik denk dat gelijk aan. Je denkt het niet, ik denk het waar. Maar de keer ik gelijk. Ik merkte dat door het in het Zeeuws te zingen, want ik ben van oorsprong, kom ik uit Goes en ik ben ook dialectspreker. Merkte ik dat eigenlijk heel erg makkelijk ging. Mijn moeder kwam uit Schraafpolder, mijn vader uit Tolen. Het is een mengeling van. En ik kom zelf, ben ik geboren in Goes. En Goes is altijd weer apart. Het is ook leuk om iets na te laten in het dialect. Want het dialect, ons Zeeuws, dat gaat verdwijnen. Dat zullen we niet eeuwig houden. Dus ik denk, het is mooi om daar, als een soort archiefje eigenlijk. En dan tegelijkertijd wil ik het dan ook wel weer over dingen hebben die ook iets zeggen. Dat vind ik sowieso ook bij het Zeeuws. Het klinkt lekker en het komt er makkelijk uit, zeg maar. Vaak Nederlands is wat ongemakkelijker, zeg maar.
En wat zeeuwslik kan je wat meer inslikken, kan je wat vloeiender maken. Dat vind ik op zich wel prettig. Zou het ooit anders wezen? Denk had het nooit gebeurd. Een klein zaaltje met 20 heel enthousiaste mensen. 20 enthousiaste mensen, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik heb in de popmuziek gezeten. In een redelijk bekende band, zeg maar. Ja, dat wil ik. Ja, dat is. Pinkpop was het hoogste wat we gehaald hebben. En toen ben ik er op een gegeven moment mee gestopt. Zo van ja, ik was een beetje teleurgesteld. En nu ben ik, zeg maar, weer begonnen. Ja, hier in huis is altijd wel wat te doen. Nooit. Nee. Ik sta wel versteld van de kwaliteit die er in dat soort programma's is. Nederland wemelt van de kwaliteiten. Maar dat soort programma's zijn ontzettend goed erin om al die mensen naar één richting te boetseren. En alle eigenheid en alle authenticiteit weg te masseren. En dat haat ik. Het is veel leuker als muziek vanuit de mensen zelf komt. Wat gelukkig nog steeds veel gebeurt. Maar in zo'n programma is het is allemaal leuk. Je komt natuurlijk op tv, maar... Ik ben nu getrouwd en het is net als toen. Het is altijd wie jij ter geliek. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, leuk. Tuurlijk. Daar doe ik het voor. Denk het op. We zagen net al Michael Harten die na de La Maqueta solo verder ging. Maar hoe gaat het toch met die andere La Maquetta's? Over de Schelde. Over de Schelde. En de Noordzee. En de Noordzee. Kapitein Rooibos. Kapitein Rooibos. De wind naar de wind. Joehoe, die familie past in die van jou. Die familie past in die van jou. Die familie past in die van jou. Ja, ik heb niet meer... Heel erg nauw contact met iedereen natuurlijk, omdat iedereen toch verspreid door heel Nederland woont. Maar Twan doet gewoon net als altijd gewoon zijn muzikale dingen en zijn bands die hij daarvoor ook al deed. Arno heeft zijn praktijk als jazzpianist. Nou, ik speel met Jean-Paul en Donnie in Jive for Your Life, wat wij eigenlijk volgens mij al 10 jaar voor de La Maquettas deden. Ik heb mijn eigen jazz trio, Insomniacs Lullaby, waarmee we op Schelde Jazz spelen in de pit. Ik ben actief als componist. Ik had afgelopen zaterdagmiddag tijdens de matinee in het Concertgebouw in Amsterdam een première van een van mijn stukken. Moderne klassiek. Nou, jazz, blues, met Herman Brok onder andere ook en Jive for Your Life. Als componist van de hedendaagse klassieke muziek. Metal speel ik ook nog steeds. Met Strychnine, Belgische band. Op het moment. Ja, het hele scala eigenlijk. Ik vind het leuk om al die verschillende dingen te doen. Het ging van bijvoorbeeld een reggae nummer naar een blues shuffle. En dan zat er weer een rocker tussen en zelfs een punkachtig nummer. En heel dat cabareteske wat eraan zat, dat vond ik ook super tof. Met goede vrienden leuke muziek maken. En dat liep op een of andere manier liep dat helemaal uit de hand qua populariteit. Dus dat vond ik wel heel grappig. Ja. Wil je meer weten over de Zeeuwse Top 40 of over Zeeuwse artiesten? Kijk dan op onze website of op Facebook. En je kunt ons ook volgen via Twitter of het videodagboek. En reacties, die horen we graag. Volgende week, dan zijn we er weer. Dus graag tot dan. Dag, hey.